Hallo, mijn naam is Jarl Hulsman. Ik ben van CAD Efting Landbouw Spuitmachines. Ik ben hier vandaag uitgenodigd door het innovatiecentrum Wedde Marke om wat te vertellen over het Closed Transfer System. Op dit moment een redelijk hot item in de spuitenmarkt. De verwachting is dat een Closed Transfer System in de toekomst verplicht gaat worden op een spuit. Of dat volgend jaar al is, dat is de vraag, maar het gaat zeker komen. Op dit moment zijn er verschillende systemen op de markt. En dit is daar één van. Dit is de CleanLoad Nexus van Pentair. Pentair is een producent uit Engeland en daar werken wij vrij nauw mee samen om deze prototypes te testen en aan onze spuiten te bouwen. Dit dekseltje die wordt dus door de koppeler naar binnen gedrukt, waardoor het middel de spuit in kan en er lucht de jerrycan in, zodat hij niet vacuümgezogen wordt. Ik zal hem er even opzetten en ik zal het even demonstreren. Je trekt de hendel aan. Je ziet ook dat hij hem naar beneden trekt. Hij lokt vast. En vervolgens, als je hem gaat indoseren in de spuit, zie je ook dat de koppeler dat hij de dop naar boven duwt en zo dus eigenlijk middel via de zijkant de spuit in kan en door de koppeler lucht de jerrycan in, waardoor deze dus niet vacuümgezogen wordt. Nou, vervolgens kun je dus bijvoorbeeld, ik zal even laten zien, kijk, kun je de jerrycan dus spoelen van binnen en als je hem weer loshaalt en je jerrycan is leeg, dan is hij dus eigenlijk compleet schoon weer van de spuit af. En op die manier kun je dus een middel emissiearm eigenlijk in je spuit vullen. Nou, hier hebben we dus eigenlijk nog een vulglas. Je kunt je natuurlijk voorstellen, als je niet altijd een hele jerrycan wil gebruiken, dat je zegt van ja, ik wil ook een keer 500 ml uit de jerrycan halen. En dat moet je ook kunnen doseren. Nou, zoals je ziet met deze witte jerrycans is dat vrij lastig te zien hoeveel middel er nog in zit. Dus wat ze daarvoor bedacht hebben, en dit is nog puur in de testfase hoor, dit is een prototype. Maar dan kunnen ze met dit kijkglas kun je hem dus vanuit de koppeler kun je hem in het kijkglas doseren. En vervolgens met een kraan kun je even omzetten en dan kun je hem in de spuit vullen. De lastigheid van dit systeem is dat je hier een slang hebt waar vloeistof in zit. En dat kun je niet meten. Dus je moet hem altijd eigenlijk eerst even voorvullen. En vervolgens ga je hem vanuit de koppeler doseren erin. Dus dan komt die vloeistof omhoog naar het niveau wat je wenst. Nou, ik doe het nou gewoon even met schoon water. Maar je doet het naar een bepaald niveau en vervolgens kun je hem dus leeg spoelen je spuit in.